krijg best wel veel vragen over wat een doTERRA-account is en waarom dat zo handig is. Het is handig omdat je direct 25% korting krijgt. Dus je logt in dat account en je ziet gelijk dat de verkoopprijs daar staat en jouw prijs die 25% lager is. Dus ga je ergens op een website, waaronder die van mij kijken, zie je dat de verkoopprijzen 25% hoger zijn. We werken eigenlijk met een vaste prijslijst waarbij we die prijzen hanteren, plus of min een paar cent over het algemeen. Het is een heel trouwe klantensysteem waarbij je extra trouwe klanten korting kunt krijgen. Nu zijn veel Nederlanders niet echt fans van accounts, omdat ze denken dat het een soort abonnement is. Maar het is dus niet iets anders als je inloggen bij Coolblue en op die manier stelling plaatsen, zodat je de bestellingen makkelijk kunt terugzien. En ook bijvoorbeeld je factuur opvragen en dat soort dingen. Dus volgens mij is dat een hele fijne manier om te werken. En er is geen minimale bestelhoeveelheid, dus je kunt bestellen uiteindelijk wat je wilt. Je krijgt dat account de eerste keer bij een set, daarbij is het gratis. Of als je geen set wil en zelf een account wil, of een set wil samenstellen, kan dat ook. Dan krijg je het account gratis vanaf 150 punten. En anders kost het je 25 euro. Voor die 25 euro krijg je ook alle ondersteuning die daarbij hoort. Dus bij mij bijvoorbeeld is dat een online omgeving met allerlei workshops en pdf. Dat heet Aroma Avontuur. En als je niet via mij bestelt, maar je zou via iemand anders willen deelnemen, kost het je inmiddels 498 euro. Omdat er gewoon zo'n schat aan informatie en waardevolle dingen in zit. Het is eigenlijk een volledige cursus aromatherapie plus gezonde leefstijl. Dus het is echt mega veel informatie. Nou, dat komt er gratis bij. Nogmaals, geen verplichtingen, je moet niks. Je hebt de vrijheid om te bestellen wanneer je wilt en wat je wilt. Als je het account bij een set krijgt, is het een jaar lang voor jou. Krijg je een jaar lang 25% korting. Ga je dan nog door, dan betaal je een bijdrage. En op dit moment is dat 15 euro. En daar krijg je ook een flesje pepermunt voor terug. Dus nou, die prijs kan veranderen en je ziet dat vanzelf verschijnen. Het wordt niet automatisch afgeschreven. Dus plus, als jij je volgende bestelling plaatst, dan wordt dat verwerkt en krijg je ook automatisch flesje pepermunt meegestuurd. Dus nou, heel erg handig. Natuurlijk zijn er ook mogelijkheden voor een trouwe klantenkorting. Daar ga ik het straks nog even over hebben. Maar er zijn ook twee soorten accounts. Net als bij bol.com. Bol.com heeft ook de mogelijkheid om te verkopen via bol.com, maar ook een soort affiliate systeem. Dus als je op een linkje klikt van iemand dat je een kleine bijdrage van hem krijgt en het wordt een paar keer per jaar naar je overgemaakt. Nou, doTERRA heeft ook twee soorten accounts. Eén voor gewone klanten, zoals de meeste mensen zijn. 90% van de mensen wil gewoon olie kopen, ze gebruiken. En heel veel informatie krijgen over het gebruik van die olie en hoe je ze kunt inzetten voor jouw gezondheid. Maar het is ook mogelijk om de olie bijvoorbeeld toe te passen in je salon of in je praktijk. Of zelfs om er zelfs workshops mee te geven. En dat is een ander account. Dat is een account voor professionals. Daar heb je wat extra ondersteuning en kun je ook bonussen verdienen. In allebei de accounten krijg je 25% verkorting, zoals je op het overzichtje kunt zien. Je kunt in allebei de accounts deelnemen aan het loyaliteitsprogramma, trouwe klantenbestelling of zoals ik het heel vaak noem, de cadeautjesbestelling. Je krijgt in allebei de accounts je verzendpunten voor je bestellingen. Dus je betaalt bij doTERRA wat hoger bedrag aan verzendkosten. En dat komt omdat we door heel Europa verzenden. En die tarieven die verschillen nogal. Daar is één verzendtarief voor gekozen. Doe je een losse bestelling, krijg je 4 punten terug. Keer een punt is ongeveer €1,13 waard. En doe je een terugkerende bestelling, dus een trouwe klantenbestelling, krijg je 7 punten terug, dus je volledige verzendkosten. En voor die punten kun je weer gratis producten laten meekomen in een volgende bestelling. Als je deel uitmaakt van die trouwe klantenbestelling, dan kun je ook bij 125 punten, krijg je een gratis product van de maand erbij, wisselt iedere maand. Deze maand dat ik dit nu opneem is het eigenlijk minder, maar de volgende maand is het weer wat anders. En sommige maanden is er nog een extra cadeautje bij 200 punten. En vaak is dat cadeautje bij 200 punten voor iedereen. Dus of je nou een vaste terugkerende trouwe klant bent of dat je een paar keer per jaar bestelt, krijg je altijd. In beide situaties kun je deelnemen aan de BOGO-weken waar je één olie bestelt en er één gratis krijgt. Meestal zijn die 2 tot 3 keer per jaar, dus hou het in de gaten. Het wordt eigenlijk het weekend van tevoren aangekondigd, vaak op vrijdag en kun je maandag bestellen. Maar ook daarin wordt vaak wel gewisseld. Dus ja, interessant om een oogje in het zeil te houden en je slag te slaan als er voor jou leuke cadeautjes tussen zitten. Als je een doTERRA-account hebt, kun je dan gelijk 's morgens inloggen en jouw bestelling plaatsen.
En dan hoef je niet op andere mensen te wachten en het weer ergens op te gaan halen of te regelen. En je hebt het gelijk voor de inkoopprijs. De bonussen en compensatie, die is alleen maar als je dus een professional account hebt, dus wellness advocate bent. Dat is een beetje een raar woord, maar het betekent productadviseur in het Nederlands. Advocate is niet een woord wat wij gebruiken voor dit soort systemen eigenlijk. Ik vind het meer een soort affiliate systeem. En werk er ook heel graag op die manier mee. Als jij een professioneel account hebt, kun je ook linkjes aanmaken die je door kunt sturen naar mensen. Die linkjes kun je in je blog zetten, die kun je in je social media gebruiken. Maar ook bijvoorbeeld als je gewoon een schoonheidssalon hebt of een pedicuresalon of je bent kapper, maak je een toffe folder en zet je ze in je folder. Dus op die manier kun je het ook gebruiken. Heel erg handig. Maar zoals gezegd, je hebt dus twee keuzes en 90% van de mensen is gewoon klant, net als bij heel veel andere online winkels. Heb je dus verplichtingen? Nee, je hebt geen verplichtingen als je gebruik maakt van het systeem waarbij je gewone klant bent. Of zelfs als je een professioneel account hebt en je hebt geen terugkerende bestelling, heb je geen verplichtingen. Je hebt geen minimale bestelling. Het kan wel handig zijn om een minimale bestelling te doen, omdat je dan de extra cadeautjes krijgt of de bonussen. Nou, dat leggen we je graag verder uit op het moment dat het voor jou van toepassing is. Er is zeker geen verplichting om mensen te werven of te verkopen. Dat is volledig aan jou. Als je dat wil, is het prima. Geef een seintje of log zelf in je account en zet het om. Als je het ooit terug wil zetten naar een ander account, kan het ook. Dan bel je de klantenservice op en dan kan het teruggezet worden. En je hoeft dus geen verplichte verkoop te doen. Natuurlijk is het wel zo, net als bij ieder bedrijf, dat als jij wel een professioneel account hebt en je wil wel bonussen krijgen, dan moet je daar natuurlijk wel wat voor doen. Want het is geen piramidespel waar dingen vanzelf gaan. Hè? Die zijn verboden in Nederland. Dus dan moet je er wel dingen voor doen. En net als bij ieder ander bedrijf, zeg maar, waar je mee werkt, heb je extra voordelen of extra kortingen als je meer verkoopt. Dus dat is het grote verschil. Wat is nou eigenlijk die terugkerende bestelling waar je me al een aantal keer over hebt horen praten? Het is eigenlijk je eigen beautybox of je eigen helpbox. He, je kijkt gewoon iedere maand wat voor jou handig is om te bestellen. Die zet je in je winkelmandje. Daarmee zijn de producten voor jou gereserveerd. En kun je ze betalen en bestellen op het moment dat de datum die jij gekozen hebt er is. Wil je die datum verschuiven, kan je de datum verschuiven. Wil je de producten nog veranderen, dan kun je het veranderen. Zoals gezegd, je krijgt je verzendkosten terug in punten. Je kunt een gratis product krijgen bij 125 punten. En zoals altijd bepaal jij zelf en betaal je pas als het voor jou van toepassing is. En gaat dat niet automatisch. Wat hiermee wel belangrijk is, in Nederland kun je gewoon altijd betalen met Ideal overigens, of met bankoverschrijving, of met PayPal, of met creditcard. In België is er nog geen Ideal, het gaat wel komen, heb ik begrepen. Dus daar zetten veel mensen op creditcard. Als je je bestelling op creditcard hebt staan, let dan wel even op dat je op tijd inlogt voor de datum dat jij je bestelling hebt gezet. Dat het niet automatisch wordt afgeschreven en verstuurd. Dus zet even een notitie in je agenda dat je je bestelling weer aanpast voor de volgende maand. Nou, als je vaker bestelt, is er een stafvol. Dus je begint bij 10% extra in punten. Dus, en dit is wat heel veel mensen vaak lastig vinden. Stel, je doet een bestelling van 200 punten. Krijg je niet 200 punten op jouw account gestort. Maar de tweede maand, dus de eerste maand schrijf je in. En de tweede maand kun je starten met die terugkerende bestelling. Dan begin je met 10%. En over de verloop van 13 maanden kan dat oplopen naar 30%. Dus 30% van die 200 punten krijg je dan. Stel je zit in je 13e maand en je hebt dat helemaal gedaan iedere maand en je hebt lekker dat kortingspercentage gespaard. Dan na 13 maanden zou je een bestelling doen voor 200 punten, omdat er in die maand leuke voordelen zijn. Dan krijg je 60 punten op jouw account gestort de maand erna. Dus dat gebeurt allemaal automatisch, hoef je niet over in te zitten. Is echt net zoiets als bij Zalando, Bol.com, allerlei andere bedrijven die automatisch zo'n kortingssysteem hebben of zo'n puntensysteem hebben. Je ziet het automatisch verschijnen. Het grote voordeel is wel, die punten vervallen niet zo snel. Dus het is niet, oh, nu heb je een kortingsbonnetje, hè, wat je soms al ziet, en volgende maand is die er niet meer. Of, oh, deze kortingsbon is alleen maar geldig bij 70 euro. Nee, jouw punten blijven gewoon staan. En als je inlogt, zie je direct, oké, je hebt nog zoveel punten staan. En zoveel moet je er deze maand, of kun je er deze maand opmaken, want je moet natuurlijk niks. En al je punten die zijn vanaf het moment dat jij ze krijgt een jaar geldig. Dus dat is echt best wel lang en daar kun je dus heel goed je voordeel mee doen.
Dus ja, en waarom nou zo'n doTERRA-account? Ja, het is toch wel een product wat heel veel tekst en uitleg vraagt. Hè? Ik bedoel, je hoeft er geen volledige studie voor te volgen. Als je dat wil, kan het natuurlijk. Hè? Maar het hoeft niet. We kunnen je vrij eenvoudig gewoon in 3 kwartier uitleggen hoe je het echt op een fijne manier gebruikt. Voor je gezin en voor jezelf. En ja, er zijn ook boekjes voor. We hebben video's gemaakt en een ondersteuningssysteem. Het is heel erg leuk om ermee aan de slag te gaan. Maar stel, je koopt alleen maar een flesje citroenolie en je wil er wat over weten. En dan kom je thuis met een flesje citroenolie bij de winkel vandaan, bij de drogist vandaan. En denk je, oh ja, maar hoe zat dat ook weer met verdunnen? Of mag ik dit nu wel of niet in het water gebruiken? Of, oh ja, er was iets met zon. Bij ons kun je eigenlijk alles continu terugkijken en kun je blijven appen en vragen. Ik denk dat bij de winkel, bij de derde keer dat jij dat flesje citroenolie gekocht hebt, zijn ze hier wel een beetje zat. En zeggen ze, nou, hier heb je een foldertje en ga thuis maar verder lezen. Dus we blijven je voeden met allerlei leuke en interessante informatie. Dus je koopt niet eigenlijk een product, maar je koopt een lifestyle ondersteuning. Dus dat is de reden waarom we zoveel informatie geven. Omdat er zoveel meer te vertellen valt over deze producten. Niet alleen over de werking voor je lijf en voor je geest. Maar ook waar ze vandaan komen, met welke boeren we samenwerken, waarom ze zo puur zijn, waarom ze zo transparant zijn bij doTERRA over wat de inhoudstoffen zijn van deze olie. Dus ja, er valt superveel over te vertellen. Ik ben er heel erg enthousiast over. Ik ben in 2017 hiermee begonnen. Ik ben er nog steeds heel erg enthousiast over. Maar ik vond het wel belangrijk om te vertellen dat je dus geen verplichtingen hebt als jij dat niet wilt. En dat de bedoeling is ook met deze producten dat ze heel transparant en open en eerlijk en puur zijn. En dat we dat ook naar jou willen zijn. Nou, hoe kun je starten? Ik heb de startsets op mijn website staan via www.helio.work. Kijk gerust eens rond of er iets voor jou bij zit. Natuurlijk kun je ook losse kits samenstellen zelf door bepaalde oliën die jij fijn vindt te combineren. Bij €70 heb je gratis verzending via mij. En bij €130 krijg je een gratis account erbij. Zo'n vinkje aanklikken dat jij het wilt. En dan maken we dat voor je in orde. Wil je even contact hebben, dan kan dat ook. Stuur me dan gerust een berichtje via www.helio.work/contact. En vul even je gegevens in. Dan neem ik contact met je op. Ik ben ook te vinden op Instagram en Facebook. Dus mocht je het makkelijker vinden om me daar een direct message te sturen, doe dat ook gerust. Reageer ik niet direct, stuur gerust nog een keer een berichtje. Soms krijg ik wat meer berichtjes en kan het even tussen wal en schip vallen als ik even een dagje vrij ben. Dus neem dan gerust nog een keer contact op, dan krijg je zo snel mogelijk informatie. Waar ik dus geen informatie over geef zijn ziektes en symptomen. Dat is in Nederland niet toegestaan, daar hebben we strikte regels over van doTERRA, over wat we wel en niet mogen zeggen. Maar vooral ook onze Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg. Dus als je daar een vraag over stelt, kan ik je helaas geen antwoord geven. Lieve groetjes, ik ben Leanne van Helio. En kijk gerust eens op de website www.helio.work.